vissen hebt van de kerk. Rekenen, lezen, dan weer taal. Leren, 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 waarom moet het allemaal? Je kan toch beter spelen, waarom de school toe gaan? De leren zie je lezen, wat heb je daar nou aan? Lezen is toch heel belangrijk? Waarom? Luister wat er kan gebeuren als je niet kan lezen. Het meisje bij je weg van met die stuurt je vaak een brief. Ze wil zo dolgraag met je uit en vindt je erg lief. Later trouwt het meisje met een andere man. Ja, dat zijn de gevolgen als je niet lezen kan. Dat is dom. Heel dom. Dat is dom. Heel dom. Dat is dom. Rekenen, lezen, dan weer taal. Leren, 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 waarom moet het allemaal? Je kan toch beter spelen, waarom naar school toe gaan? Dan leer je aardrijkskunde, wat heb je daar nou aan? Aardrijkskunde is toch heel belangrijk? Nou, vind ik niet belangrijk hoor. Nou, dan zal ik je vertellen wat er kan gebeuren. In je nieuwe auto rij je steeds verkeerd. De wegenkaarten lezen heb je nooit geleerd. Naar de Noordpool neem je je zwembroek mee. In een bontjas ga je naar de Middellandse Zee. Dat is dom. Heel dom. Dat is dom. Heel dom. Dat is dom. Rekenen, lezen, dan weer taal. Leren, 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 waarom moet het allemaal? Je kan toch beter spelen, waarom naar school toe gaan? Dan leren ze je rekenen. Wat heb je daar nou aan? Rekenen is toch heel belangrijk? Nou, ik vind het niet belangrijk. Let op wat er kan gebeuren als je niet kan rekenen. De 6e mei krijg je een krant en leest. Over 2 dagen is er een geweldig feest. De 9e mei heb je het feest gemist. Je weet nu dat 62 de 8e is. Dat is dom. Heel dom. Dat is dom. Heel dom. Dat is dom.